Ik ben onderweg naar Renate. Renate is een jonge dame die ik heb leren kennen via de Reuma-vereniging hier in Gouda. En op een of andere manier klikken we heel erg leuk. We hebben een afspraak om even lekker bij te kletsen met een kopje thee. En ik kan haar meteen eens ondervragen wat zij voor soort Reuma heeft, want zij heeft echt iets heel anders dan ik heb. Maar toch hebben we ook wel weer veel dingen hetzelfde. Hoi, dit is Renate. Hallo, ik ben Renate Visser. Ik ben 32 lentes jong. En de gemeenschappelijke factor die Yvonne en ik hebben, behalve dat we elkaar natuurlijk heel erg lief vinden, is dat we allebei een vorm van reuma hebben. Nou, ik heb zelf de ziekte van Bechterew. Dat is een vorm van ontstekingsreuma. En dat houdt in dat vaak de reuma die ik heb, dat is de ziekte van Bechterew. Dat klinkt heel ingewikkeld. Het is ook ingewikkeld, maar waar het op neerkomt, is dat je bij de ziekte van Bechterew last hebt van ontstekingen bij je wervelkolom van je rug. Meestal is de wervelkolom van je rug, dus we gaan hem even overnieuw. Ja, de wervelkolom van je neus, dat is wat minder. Renate is hoe oud? Ik ben 32 lentes jong. Juist. Ik zeg bewust niet oud, omdat reuma echt niet alleen maar voorkomt bij oudere mensen. Juist. En dat zitten we hier met z'n tweeën even lekker te bewijzen. Nou, we hebben allebei dus een hele andere soort reuma, maar we hebben ook een hele hoop gemeen. Wat hebben we allemaal gemeen, Renate? Nou, we hebben het er al vaker over gehad. Pijn, vermoeidheid, ook zijn lekker depressief allemaal. Ja, echt. Oh ja, jij had mij laatst een heel college gegeven over wat pijn nou was. Dat vond ik ook heel interessant om te horen. En zo zie je maar weer dat je van elkaar gewoon heel veel kan leren. Ik vind dat zo leuk. Wat ook veel voorkomt bij de ziekte van Bechterew en waar ik zelf ook last van heb, is dat je last kunt hebben van darmontstekingen. Heel veel mensen met de ziekte van Bechterew hebben daarnaast ook de ziekte van Crohn. Nou, ik ben ook een van de gelukkigen die de ziekte van Crohn heeft erbij. Nou, wat merk ik daarvan in mijn dagelijks leven? Dat je sneller vermoeid bent, sneller over je grenzen heen gaat. Je hebt hele goede dagen dat alles echt vlekkeloos verloopt. Maar ook dagen dat je bij het opstaan al weet van nou jongens, dit wordt een hele lange ingewikkelde dag. Ja, kijk, en dat hebben we dus allebei. Dus dat is zo... Zo leuk herkenbaar. Ja, dat is de kracht van herkenbaarheid, ja. Ja, we kennen elkaar dan van de plaatselijke reumavereniging en daar doe je dus leuke mensen op. Dat is, wederzijds. Nou, we zitten hier gezellig met een kopje thee op de bank. Ja, zie je, we hebben lol met z'n tweeën. Absoluut. En dat is zo belangrijk. He? Absoluut. Ik hou van positiviteit. Ik hou van kunst en creativiteit. Nou, achter mij ziet u een prachtig schilderij wat ik gemaakt heb. Even laten zien, kijk. Mooi kleurig. Ik ben er zelf heel erg trots op dit schilderij, omdat het gemaakt is in een periode waarin ik echt heel slecht in mijn vel zat. Dat was een beetje in de tijd dat ik net ontdekte dat ik reuma had. En ik had echt zoiets van, ja, oké, ik heb reuma, maar het leven houdt nu niet op. Ik moet weer opnieuw ontdekken wat ik leuk vind met deze aandoening. Wat ik wel kan doen, wat ik niet kan doen. En ik heb er niet zoveel mee om dan heel de dag thuis te zitten en te gaan zitten klagen hoe zwaar het allemaal is. En ik kan niks meer en moeilijk. En dat vind ik ook het leuke aan Yvonne. Samen kunnen we heerlijk even een potje zaniken over dat het echt niet altijd leuk is. Maar tegelijkertijd hebben we de grootste lol, omdat de herkenbaarheid ook weer heel erg leuk is. Ja. Ja, en dat is gewoon hartstikke gezellig. En ik denk dat we nou gewoon thee gaan drinken met de tweeën. Vind je niet? Absoluut. Daarom. Ik zeg doei. Oké. Doei.